We hebben dat hele verkiezingsprogramma in 3 korte zinnen samengevat. En dat begint natuurlijk aan deze kant. Voor christelijke waarden. De tweede, terug naar de kerntaken. En de derde, ruimte voor ondernemerschap. En dat eerste punt, de christelijke waarden, daar kunt u zich waarschijnlijk allemaal wel iets bij voorstellen. Dat zijn natuurlijk de klassieke thema's waar de SGP voor strijdt. Hier in Nederland, maar ook in Brussel. Beschermwaardigheid van het leven. Maar ook zaken als de vrijheid om je geloof te belijden. En daar spelen vandaag de dag ook hele actuele thema's als de strijd tegen de Jodenhaat. En het verbod op draagmoederschap. Het tweede puntje, terug naar de kerntaken. Ja, dat kunt u eigenlijk ook heel kernachtig samenvatten als de EU mag zich lang niet overal mee bemoeien. Regel in Nederland wat in ons eigen land geregeld kan worden. En het derde punt, ruimte voor ondernemerschap. Ja, leg die ondernemer nu niet knellende regels op, maar laat hem nou die vrijheid om te ondernemen. En ik moet u zeggen, naast de eerste, wat natuurlijk de basis is voor alles, zijn ook het tweede en derde punt mij persoonlijk uit het hart gegrepen. Omdat ik in mijn dagelijkse werk ook bijna dagelijks zie wat de invloed van regelgeving vanuit Brussel is. Want Brussel klinkt voor velen van u misschien als ver weg. Maar in werkelijkheid is Brussel heel dichtbij. Brussel is in Kampen. Brussel is in Geenemuiden. Brussel is in Staphorst. Brussel is in Oldebroek. Of waar u ook vandaan komt. Brussel is overal. Vanuit de regels die vanuit Brussel op ons afkomen. En, dat gebiedt de eerlijkheid ook te zeggen, waardoor de Nederlandse overheid regelmatig nog een schepje bovenop gedaan wordt. Dat is overigens niet alleen een gevoel wat in de, laten we zeggen, de klassieke SGP-achterban leeft, die knellende regeldruk. Een maand geleden is er een onderzoek gehouden onder Nederlandse ondernemers in de breedte van de samenleving. En daaruit bleek onder andere dat 80% van de ondernemers te veel regeldruk vanuit Brussel ervaart. 80%. En als we naast die knellende regeldruk nu gewoon eens heel praktisch het verkiezingsprogramma van de SGP ernaast leggen. En dan neem ik u graag mee in een aantal voorbeelden. Want als het aan de SGP ligt, dan worden boeren bijvoorbeeld niet als vernietigers van de natuur gezien, maar dan worden ze gezien als leveranciers van kostbaar voedsel die een lange termijn perspectief nodig hebben. En dan zouden ondernemers bijvoorbeeld niet 2 maanden moeten wachten voordat ze überhaupt een bankrekeningnummer hebben. Maar dan krijgen ze meer toegang tot financieringsbronnen, bijvoorbeeld vanuit EU-fondsen. En dan worden vissers niet opgezadeld met 24 uur cameratoezicht op hun schepen. Maar dan krijgen ze ruimte om te ondernemen en te innoveren. En dan is de natuur niet een soort halfgod, maar dan gaan we daar nuchter, maar zeker ook verantwoord mee om vanuit rentmeesterschap. En dan is de wolf bijvoorbeeld geen heilig dier, maar dan kijken we nuchter naar de schade die het dier aanricht. En nemen we effectieve maatregelen. En dat zou ook afschieten kunnen zijn. Dus zomaar wat voorbeelden vanuit de praktijk. En het zou kunnen dat u zegt van ja, dat zijn wel mooie woorden in verkiezingstijd en in een verkiezingsprogramma, maar wat komt er nou straks van terecht na de verkiezingen? Dat vind ik een logische vraag. Een hele goede vraag ook. En daarom heb ik in de 5 voorbeelden die ik zojuist noemde, heb ik ook voorbeelden genomen waar Bert-Jan zich in de afgelopen 5 jaren in Brussel voor ingezet heeft. Dus niet alleen theorie, ook praktijk.